event waarbij we kinderen leren programmeren, op de Campus Party, een van de grootste technologiefestivals van Europa. We willen uitleggen dat programmeren niet alleen maar gaat over het vinden van een baan, maar dat het ook een vorm van expressie kan zijn. En die vorm van expressie wordt steeds belangrijker in een wereld die steeds technologischer wordt. En daarom gaan we vandaag met deze kinderen gewoon lekker aan de slag en zelf kunst maken. Als hij dan loopt, dan laat hij allemaal penspoelen achter. De kinderen zijn vandaag uitgedaagd om werk te maken dat enigszins lijkt op het werk van kunstenaars als Bernard Friese of de vroege computerkunstenaars uit de jaren 60 en 70 die veel met lijnen werken.